In de vorige aflevering bleek Eva geen liefhebber van de gasbrander. Oh, ik hou echt niet van dit soort dingen. Ging de ene na de andere marshmallow in vlammen op. En zag hoe Jamal niet bepaald campingvrienden maakte. Lager zet het vuur, denk ik, of niet? Nee, joh. Nou, alles gaat bij mij in hands. Ik hoop dat ik morgen gewoon lekker fris en fruitig wakker word. Want dat is het enige waar ik nog mijn twijfels bij heb. Jongens, gaan we naar bed? Oh. Slaap lekker. Ik hoop dat ik morgen gewoon lekker fris en fruitig wakker word. Ik ben gewoon in één nacht 10 jaar ouder geworden. Ik had gewoon letterlijk een plank als luchtbed, want er zat geen lucht in. Man. Oh, jongen, mijn rug. En wat was het ook koud, jongen, niet te doen. En ik moest eigenlijk al plassen vanaf het moment dat ik in mijn bed lag, maar ik had geen zin om te gaan. Jezus, we zijn echt tokjes op de camping. Jamal lag natuurlijk nog steeds als een roosje te slapen. In zijn campertje. Ik ga ze wakker maken. Een beetje actie in de taxi, toch? Goedemorgen, slaapkoppen. Dat is Eva. Ik ben echt kapot. Toen ik in mijn busje stapte, toen stootte ik mijn hoofd. Ik ging naar mijn hoofd langs de dinges. Nee. Dit is echt bloed! En nu heb ik een hoofdwond. Wil iemand dit luchtbed nog hebben? Zit vol met mijn adem. Kun je misschien verkopen op eBay. Eigenlijk heb ik echt super lekker geslapen. Dus alleen gisteravond hoorde ik wel de hele tijd geluiden van een koppel dat naast ons ligt. En dat ligt de hele tijd te bangen, maar verder was te doen. Het is nog zwaar ook, joh. Ik ga maar even het wc'tje legen. Die taak heb ik op me genomen. Alleen ik weet niet zo goed waar. En ik vind het heel goor. En ik ben bang dat ik het laat vallen. Ik dacht, ik doe het wel, maar je moet het gewoon met de hand zo omkiepen en dan schoonspoelen. Straks spat het in je gezicht. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Oh my god, what am I even doing? Mensen denken misschien dat ik altijd zo'n luxe pony ben, maar daar vergissen ze zich in. Oké. Nou, Eva breekt normaal gesproken alles af, maar deze tent lukte dan weer niet. Dan kan ik het weer gaan oplossen. Maar ja, ik had natuurlijk niet verwacht dat ik zo'n goede campingguy was. En dat ik dit gewoon zo doe, hé? Dat had ik niet van mij verwacht. Ik heb ontbijt gehaald. Verse broodjes en sap. Ik ben zo blij dat ik zo naar huis kan. Ik voel me vies. Er zit een marshmallow nog steeds aan mijn schoen vastgeplakt. Het was leuk, maar ik wil naar huis. Hallo, kom eens van die telefoon af. We zijn helemaal in de natuur. Ik zoek gewoon een beetje contact met de buitenwereld. Dus je wil wel weer naar huis, als ik het zo hoor? Ja, ik zat 2 dagen in een bos, Eva. Ik vond het wel gezellig. Ik vond die afstand ook wel lekker. Hoefden we niet de hele tijd elkaar op de lip te zitten. Ik zeg,
Volgend jaar weer, maar dan een week. Girl. Kijk hem daar ook zitten als een soort kleine koningin. Ja, kom door je hoofd rond. Zo dramatisch. Ik ben gewond. Mijn kleren zijn vies. Hij moet naar huis gedragen worden, jongens. We gaan. Ik raad de mensen wel aan om te gaan kamperen. Omdat ondanks al die gore beesten, geen douche, geen wc, neukende mensen. Was wel gewoon echt heel leuk. We hebben het echt heel gezellig gehad. We hebben gebarbecued. We hebben om het kampvuurtje een marshmallow geroosterd met een wijntje erbij. Ja. Kamperen vind ik toch elke keer zeg maar wel echt heel leuk. Ja, ik heb nu dan heel slecht geslapen, maar ja, ik ben wel verbaasd en ook in Nederland. Echt leuk.